Gezellig met kerstgourmetten. Zelf je hamburger, biefstuk en groenten bakken. Maar wie daar geen zin in had, kon vandaag in Techniekmuseum Heim in Hengelo een speciale kerstpannenkoek laten printen. En ze zijn nog te eten ook. Nou, en hoe smaakt die? Hij smaakt wel lekker, maar wel heel erg anders dan een normale pannenkoek. Een pinguïn, een kerstman of een rendier. De mogelijkheden lijken haast grenzeloos. In allerlei vormen, kleuren en smaken kun je pannenkoeken printen. Maar je moet er wel een beetje een techneut voor zijn. Ik noem mezelf een operateur eigenlijk van de pannenkoekenprinter. Is de charme er niet een beetje vanaf met het echte koken in plaats van met de machine? Vind ik niet eigenlijk. Omdat ik bijna dagelijks nieuwe ontdekkingen doe qua receptuur. Want we printen nu een poppetje die wat zoetig is. Maar je kan ook de hartige kant op. Denk aan hapjes, luxe hapjes met bijvoorbeeld zalm. Ik heb nog nooit eten uit een printer gekregen. En ik vind het wel heel grappig om te zien hoe het werkt. Leuk. Ja, dit gaat misschien wel de toekomst worden, hè? Straks geen gewone keuken meer, geen oven, geen gasfornuis, maar gewoon een printer in de keuken. Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het nu zou je niet denken dat dat zomaar zou kunnen. Maar ik denk dat je over 10 jaar gewoon denkt dat over 10 jaar gewoon heel erg logisch is.